We zijn vandaag in Assen. All American Sunday van 402 Events. En ondanks dit ontzettende Hollandse herfstweer zie je hier een mega opkomst. We hebben hot rods, drag races, vrachtwagens, pick-ups, oud, nieuw, alles door elkaar. En ik ga nu snel een kijkje nemen. Ik sta hier naast Haley en Dave. En Haley, jij viel echt enorm op omdat je er zo prachtig uitziet. Waarom heb je dit aangetrokken? Omdat het me leuk leek om met oude Amerikanen oude kleding aan te trekken. Ja, te gek, want jullie rijden in deze auto. Ja. En wat is dit voor auto, weet je dat? Een Chrysler. En is dit jullie eerste Amerikaanse auto? Nee, we hebben er nog meer. Ja? Ja. Wat hebben jullie nog meer dan? We hebben nog een El Camino. Suburban. Oh, leuk. En nog een? Cobra. Cobra hebben we ook nog. En wat vind jij van al die Amerikaanse auto's? Heel erg leuk. En als jij straks zelf je rijbewijs hebt, wat ga je dan rijden? Een Ford Mustang. Echt waar? Uit welk jaar? Welk jaar was het nou ook alweer? Nou, die was van 67 was dat. Dat is eigenlijk ook het allerbeste jaar, toch? Ja. 65, 67. Ja, die vond ze het mooist. En ik ben blij dat jij straks ook gewoon weer in een Amerikaan gaat rijden als je later groot bent. Ja, het is weer zover, hè? Maar we mogen buiten spelen. Ja, dat is wel te gek. Ja, hey, maar jij bent de vaste speaker eigenlijk wel op alle 402 events. Al best wel wat jaartjes inmiddels. Ik stond hier ooit te werken, echt jaren geleden, in een tuning shop van Brass Panic Tuning. En toen vroegen ze mij even, wat vond je ervan? En toen zei ze, ja, toen zei ik, nou die presentator die kan wel wat spontaner. Ze zei, oh ja, we zoeken nog iemand. Ik zei, nou ik ben presentator. En zo is het eigenlijk 15 jaar geleden begonnen, ja. Maar het is zo heerlijk om hier te staan. Het is echt een eer om dit te mogen doen. Dat meen ik echt oprecht. Dit doen we allemaal vanuit passie, net zoals jij het vanuit passie doet. Ja. Al sta je hier niet in de regen. Wat doe je allemaal nog meer met auto's? Ik ben ooit vroeger begonnen als autoverkoper, dus liep altijd in het pak. En ik ben nu autowasser. Ja, het is niet helemaal goed gegaan in de ladder, volgens sommigen. Maar ik doe het met heel veel plezier. Alles met auto's, dat vind ik gewoon fijn om mee bezig te zijn. En dat auto was er ook nog eens heel milieuvriendelijk volgens mij, hè? Ja, nou ja, wij reinigen auto's op met stoom. Dat is een beetje een nieuwe tactiek van reinigen. Ik ben als een van de eerste in Nederland begonnen. En we zijn nu het grootste stoombedrijf van Nederland. Dus daar ben ik wel met de jongens heel erg trots op. En waar rij je zelf in? Ja. Ik zit liefst zeg maar een oude Jaguar met een V8. Wel 400.000 kilometer erop. Ja, dat vind ik kicken. Maar ik rijd zakelijk gewoon een Tesla. Ja. Hey, ik hoop dat je dit nog heel lang blijft doen, want je doet dat echt zo leuk. Ja, dat vind ik als ik ergens op een event kom en ik hoor jouw stem, word ik altijd blij. Ja, dat vind ik fijn om te horen. Ik hoop dat jij deze scene ook echt blijft steunen. Altijd. Maria is echt een icoon. Laat even achter onderin de reacties als je haar een icoon vindt. Want ik vind het wel. Mag gezegd worden. Ja, kijk dit dan. Wie hier voorbij komen scheuren. Wil je kijken, jongens? Sabrina, en deze auto is van jullie, hè? Ja, die is van ons. En wat is het voor auto? Het is een Dodge Challenger. En uit welk jaar is die? Die is 2018. En is het jullie dagelijkse auto of echt jullie? Nee. Dagelijkse auto? Ja, dat is inderdaad gewoon een daily driver. En hoeveel pk heeft deze auto? We zitten op 35. We willen graag het gehul van een blower erop. Ja. Dus dan gaan we richting de 750 tot 800. En jullie rijden er ook allebei in? Jij rijdt ook in? Hoe zijn de reacties als jij erin rijdt? Ja, geweldig. Die mensen zien niet zo vaak zo'n auto. En ja, vooral kinderen. Maar we laten dann auch gewohnt Fotos machen. Of als ein Kind da im Bild sitzt, ja, dann tun wir das hoch und dann, ja, wir finden das blöd. Kijk, deze gaan straks onder de bioek.
dit voor auto? Ja, dit is een Saline S331, gebaseerd op een Ford F-150. Ik zou echt dolgraag uren met je praten in de regen, maar ik zie dat jij een stickertje hebt van Parade. Betekent dat jij zo meteen mee gaat rijden? Zeker. Heb je nog plek voor mij achterin misschien? Oh, jawel hoor. Ja, dat is groot genoeg. Oh, ja. Top. Dan praten we lekker binnen verder. Hey, maar Merk, jij zei mij net dat het een hele exclusieve auto is. Ja, er zijn er van exact dit type, zijn er 100 van gemaakt. En dit is nummertje 54. Hey, en waarom heb je voor deze auto gekozen? Ik zocht een pick-up truck. Ik ben een huis aan het bouwen, dus dat is gewoon handig af en toe om spullen mee te kunnen nemen. Ja. En ik ben autoliefhebber, dus het moet weer iets geks zijn. Hey, want ja, mam, we zijn nu aan het vrijrijden in de parade. Ja. Hoe vind je dat? Het is wel leuk om even een rondje op het circuit te kunnen rijden. Ja, te gek, want ja, normaal kom je hier niet zomaar. Nee, ik heb dat nog nooit eerder ergens mooi gedaan. Ronald, All American Sunday Circuit Assen, hoe was het vandaag? Een beetje tegenvallend qua weer vandaag, maar uiteindelijk toch wel een leuke opkomst vandaag. Ja, het was een heerlijke herfstdag, maar ik heb wel echt hele mooie dingen gezien. Hele mooie dingen. Ik vind het echt geweldig dat we met dit weer de echte diehards naar zo'n American Sunday komen. En wanneer is er weer een Amerikaans event van 402? 2022. Zandvoort en ook weer Assen als het goed is. Oké, nou dan als je het goed vindt, zijn wij graag weer van de partij. Zeker. Dit was weer een fantastische dag. All American Sunday Circuit Assen. En wij gaan naar huis. Doeg! Niet schrikken hoor, ik zeg het woordje weer. Een Saab 97X gehad. Dat is gewoon een Chevrolet Trailblazer. Nee.